Vlaanderen is in de ban van de nieuwe politieke cultuur. Met name VLD-voorzitter Guy Verhofstadt en SP-boegbeeld Louis Tobak hebben de laatste week via de media prachtige literaire pareltjes over elkaar uitgestrooid. Ik vind dat de heer Tobak zich beter zou laten vereeuwigen, voor zover dat vraag natuurlijk toe is, hè, in het museum van Madame Tussaud. Ik heb er een zeker gevangen van medeleven mee. Meneer Tobak die doet mij meer en meer denken aan, hoe zou ik het uitdrukken, zo'n oude gekraste 78 toerenplaat. Hè? Die altijd maar hetzelfde zegt. Nee. Verhofstadt noemt u een gekraste 78 toerenplaat. Ja, maar ik neem aan dat Verhofstadt graag... Hij is ten eerste niet zo goed in one-liners als ik. Ik zou niet opkomen bij de verkiezingen. Moest ik met zo'n corruptieschandaal in mijn partij geconfronteerd zijn. Als hij in Toscanië gebleven was zoals hij beloofd had, hè, dan was hij misschien niet meer moeten terugkomen. Dus dat is zeker, want hij was tenslotte vertrokken. Hè. Het spijt me dat ik heb gesuggereerd dat meneer Tobak voortaan maar in het wassenbeeldenmuseum van Madame Tussaud moet gaan staan. Mijn excuses, madame. Nog een week of twee, kameraden. En we zijn februari. En dat is goed nieuws voor de Belgische politiek. Want dat is de maand waarin Verhofstadt de minste stommiteiten uitkraamt. Hij heeft maar 28 dagen. Kijk, dames en heren. Ik weet dat meneer Tobak een monument is. Maar er zijn kosten aan. Om er nog maar over te zwijgen dat ik heel graag zijn bouwvergunningen zou willen zien. Kameraden... Guy Verhofstadt heeft in zijn jeugd mogen kiezen tussen de hersenen van een konijn en de tanden van een konijn. En hij heeft ze toch wel alle twee gekregen, zeker.